Hoi allemaal, ik ben Lidie van Filmcoach en ja, ik zou dit eigenlijk samen met Dennis doen, maar die is te laat en ik heb ook nog een appje van hem van, ja, ik ben ook bij de koning. Hier, kijk. Ja, wat moet ik daar nou mee? Koning? Zit voor een greenscreen. Hoi. Hoi. Hey, hoi allemaal. Ik was even in gesprek met de koning. Ik heb je een foto gestuurd, toch? Ja. Maar dat kan toch niet? De koning wordt helemaal niet in Tilburg. Maar je ziet ook duidelijk dat ik het ben, samen, koning, foto. Of is het toch niet meer bewijsmateriaal? Ja, maar in deze tijd mag je helemaal niet zo ver van huis. En je mag zeker niet zo dicht bij de koning staan. Nee, ja. Dat kan gewoon niet. Dit is nep. Dit is nep, hè? Nou ja, je snapt wel dat ik dat natuurlijk niet... Ik ken hem niet echt, hè? Nee. En hij kent mij niet, dus... Ik heb dat in scène gezet eigenlijk, met een app. Met een app? Ja, die ik op mijn telefoon heb. Maar die kan je ook op je tablet gebruiken. Oh, dus, kan die op alle telefoons? Ook op die van mij? Kan op alle telefoons, ja. En op alle tablets? En op alle tablets, ja. Oh. Dus, zal ik het je uitleggen hoe het moet? Ja, hoe heet de app? Oh, de app die we daarvoor gebruiken is Photoshop Mix. Die kost natuurlijk heel veel geld. Nee, dat kost helemaal niets. Nee, je hoeft je enkel alleen heel even te registreren. Met een mailadres. En daarna kun je er gewoon vrij gebruik van maken. Oh, oké. Nou, leuk. Ik wil het wel leren. Ja? Ja. Zal ik mijn iPad er eens bij halen die ik daarvoor gebruik? Kijk. Wow, dat is snel. Dat is snel, hè? Allereerst waar je voor moet zorgen is dat je een achtergrondfoto hebt. Oké. Ik had bijvoorbeeld als achtergrondfoto een foto van de koning. Maar ja, je kan iedere foto eigenlijk gebruiken in deze app. En als ik nou geen achtergrondfoto heb? Nou ja, dan kun je altijd nog even op onze website kijken. www.filmcoach.nl/foto. Daar hebben we een aantal foto's geplaatst die je zou kunnen gebruiken. Oké. Okay. Toevallig heb ik voor jou al een foto uitgekozen. Dat is deze. Oh, de maan. Daar wil ik altijd al naartoe. Wat is dan de volgende stap? De volgende stap is natuurlijk al dat je Photoshop Mix op je tablet of op je telefoon hebt geïnstalleerd. Even downloaden, ja. En gezorgd natuurlijk dat je daarin op geregistreerd bent. Ja. Nou, dat heb ik al natuurlijk gedaan. En dan? Stap 3 is, we openen de app. Okay. En dan ga je aan de linkerkant, zie je een plusje. En als je daarop drukt, dan kun je een afbeelding gaan selecteren. Ja. Je kunt ook gelijk een foto gaan maken, maar wij willen een foto selecteren. En dan zie je hier al de maanfoto staan. En nu moeten we alleen nog zorgen dat jij daar in komt. Ja, ik wil daar graag nog in. Ja. En weet je al hoe je daarin wil staan? Ja, gewoon met mijn arm in de lucht van yes, ik ben op de maan. Yes, ik ben op de maan. Oké, nou dan moeten we dus die foto gaan maken. Hoe doe je dat? We gaan naar het plusje, hier aan de rechterkant nu. Plusje. En we zeggen afbeelding, de bovenste. Ja. En we zeggen linksonder in de hoek zie je het fotocameraatje. Als ik daarop druk, dan krijg ik mijn camera weer te zien. Dan moet ik op de foto. Nou, dan ga ik je ergens neerzetten en ik maak een foto. Ja, niet zoveel. Ja. En... Even wachten. Ja. Ik heb nu deze foto gemaakt. Ja. Vind je deze oké? Ja. Ja? Nou, stel dat je hem nu niet oké vindt, dan zeg je linksonder opnieuw en maak je een nieuwe foto. Nu zijn wij oké, zeggen we gebruik foto. Nu krijg je altijd dit van of je de foto al wil verkleinen. In dit geval zeggen we gewoon annuleren. We zien nu dat onze eigen gemaakte foto over de maanfoto staat. En we willen natuurlijk enkel en alleen jezelf uitknippen en die in de maan plaatsen. Hoe doen we dat? We doen dat bij het schaartje met uitknippen. Druk erop en hij staat gelijk op slim uitknippen. En dat slim uitknippen, dat zal ik even laten zien hoe dat werkt. Want we zien nu een wazige foto van jezelf. Maar als ik nu met mijn vinger over jou heen ga, dan knipt hij jou heel slim uit, zullen we maar zeggen. Kijk. Ja, dan word ik zichtbaar. Langzaam maar zeker word je helemaal zichtbaar. Ik kies ook iets te veel, zie je dat? Ja, en als je dat dan doet, dat is dan niet goed. Dat is niet goed, nee. En dat zal automatisch wel eens een keertje gebeuren. Wat je dan kan doen is, aan de linkerkant van de pagina staat ook, hij staat op plusje en als we daaronder staat een minnetje. En kunnen we weer stukjes teruggeven. Zie je? Aan de foto. Het doel is dat ik mezelf dus uitknip. Ja, dus dat je zo netjes mogelijk moet je dat proberen. En je ziet al, wij staan nu voor een greenscreen, maar dat is totaal niet nodig.
Volgens mij ziet het er goed uit, hè? Ja, als het, nou wat goed we nu, is. Als het goed is, ga je naar rechtsonder naar het vinkje. Ja. Hé, hey, daar ben ik op de maan. Nu kan ik je zo overal, groter, klein, kan ik je plaatsen. Vooraan. Ja. Zo goed? Ja. Maar nu wil je waarschijnlijk misschien nog wel een tekstje erbij ja, zetten, toch? Ja, eerste vrouw dat op de maan. Dat gaan we nou ook wel even. Eerste vrouw op de maan, hè? Vrij ja. Uniek. Rechts gaan we nogmaals op het plusje. Een tekst erbij. We kiezen nu in plaats van afbeelding tekst. Deze tekst laat ik hier, zet ik hier zo neer. Tik op de tekst. En dan zeg ik eerste vrouw op de maan. Kijk. Oh ja. Dan kan ik nog zeggen, ik wil daar nog een ander kleurtje tekst van maken. Ga ik onderaan naar opmaak. En dan zie je het tweede van links, zie je kleur staan aan de onderkant. Geel. Geel, hè. En ik zeg vinkje oké. Nou, ik vind mij wel goed zo. Ja, zeker goed zo. Ja, nu wil je hem opslaan zo. Ga je naar rechtsboven, zie je een vierkantje met een pijltje omhoog. Ja. Daar druk je op. En dan zeg je filmrol. En dan slaat hij op, zie je. Voltooid, oké. En dan staat hij in je galerij. Oh, oké. Laten zien. Homeknop. Ja. Dan ga je naar je foto's toe. Ach, kijk, daar staat hij. Oh, leuk. Die kan ik nou, die wil ik naar mijn moeder sturen. Kijk of ze erin trapt. Nou, ja. Vast en zeker toch? Ja. Hé, hey, als je dit nou thuis ook aan het doen bent en je komt er even niet uit, stuur dan een berichtje naar info@filmcoach.nl. Dan proberen wij zo snel mogelijk te reageren en je te helpen. Oké. Okay. Nou, veel plezier ermee, hè? Ja. Tot de volgende keer. Jullie veel plezier, hè? Naar ja. Je moeder, hè? Ja. Hoe heet ze? Even kijken. Ja, daar gaat ze. Wilma. Wilma. Die trapt er wel in, denk ik. Ja.